dat alles wat we toen bedacht hebben in uiteindelijk geen werkelijkheid wordt. Dat geeft ons een ruimte als we een pilot als gemeente uitvoeren om even niet zo erg naar die eisen te kijken. De ruimte om te experimenteren is cruciaal. Innovatie, innovatie, innovatie steunen. Dat ze dan zeggen van oké, dit ging niet zo goed. Dat is alleen maar goed, want dan hoeft Hengelo of Enschede of Zwifterband of Dronten zich niet meer aan diezelfde steen te stoten. Dat er ook iets heel spannends in zit voor bestuurders, wethouders, colleges, maar ook voor de gemeenteraad. Erop vertrouwen dat hun bevolking wel het goede wil met de stad. Zodat in ieder geval er wel duidelijk is dat je het serieus hebt overwogen. Eigenlijk heel veel vanuit de angst vanuit burgers wetten worden gemaakt. Bestuurders moeten ook nee durven zeggen. Al 25 jaar geleden nee hadden gezegd, dan hadden we nu niet een stikstofprobleem gehad. We hebben het veel te complex gemaakt met z'n allen. Dus we maken het voor onszelf niet eens per se complex, maar wel voor mensen die het hardst nodig hebben. Terug naar die simpelheid, zodat het voor een grotere groep toegankelijk is. Maar het gaat lang niet altijd over geld. Het gaat ook over regelgeving. Ook als overheid loop je binnen de overheid weer tegen regelgeving aan. Dus hoe komen we dan van die regels af in 2050? Nou ja, heel rigoureus eigenlijk een aantal dingen afschaffen. Een paar hoofdlijnen vastleggen en daarbinnen een stuk vrijheid geven. Meer diversiteit, want het wordt weer vanuit één oogpunt bekeken. En daar moeten we heel erg mee oppassen. Ja. Zo zijn er denk ik wel 1000 voorbeelden die we gewoon kunnen gebruiken. Dat we elkaar weer opzoeken en ook ideeën uitwisselen. Dan mogen jullie raden welke dierensoort konden die schoolkinderen het best herkennen. Ja, de Pokémonkaart dieren. Mensen binnen buiten verleiden en elkaar laten ontmoeten. Jullie zeggen dat jullie de gezondheidsverschillen willen verkleinen van jongeren. Waar moet het vandaan komen? Meer uit Den Haag of meer uit de provincie? En als we naar de gezondheidsverschillen nu in deze provincie kijken, die zijn gewoon veel te groot. Maar als wij gemiddelde provincie worden waar de gezondheidsverschillen iets minder extreem zijn als hier, dan hebben kinderen, dan maakt het minder uit in welke wijk je wordt geboren, hoeveel kans je in het leven. En dan moet je ook ophouden met de manier van bouwen zoals we die de afgelopen 100 jaar hebben gedaan. Dus we stoppen met staal, we stoppen met cement, we stoppen met stenen. Maar wat we niet in kaart hebben is wat dat vraagt voor het onderwijssysteem om daarin te kunnen investeren. Die spelen daarop in en die gaan industrieel bouwen, want ze kunnen geen arbeidskrachten meer krijgen. Probeer nou te zorgen dat je dat pionieren hier vasthoudt, dat experimenteren, die ruimte daarvoor, daarvan leren. Hoe betrekken we de jongere generatie bij het meedenken over beleid en regelgeving? Wat voor nieuwe innovaties je zou kunnen doen om een plek veiliger, prettiger, et cetera te maken. Dus extra grote reden om jongeren naar de stembus te lokken. Maar hoe doe je dat? Dus we hebben bestaanszekerheid nodig voor het realiseren van meer democratische betrokkenheid. Maar we hebben ook democratische betrokkenheid nodig voor het realiseren van meer bestaanszekerheid. Dus zoek naar de plekken waar de mensen zijn en bevraag hen daar op wat ze nodig hebben. Hoe ga je dat nou verankeren dat dat blijft komen? Dat er mensen meegedenken. Vroeger had de koning een nar naast zijn troon staan. Die af en toe eens rammelde eraan van joh, zijn we nog wel goed bezig? Dat we gezamenlijk eigenaar zijn. En dan heb ik het niet altijd over financieel. Coöperatie of hoe? Een coöperatie van burgers. Hè? Dat de burger is de nar eigenlijk. Hè? Ah, okay. Die rammelt aan de deur. En in het dorp hebben wij dorpsbelangen. Dus er komen 70 tot 100 mensen komen er op een avond. En die gaan met elkaar discussiëren over het dorp in elkaar, of hoe ze dat willen doen. Gebiedsgebonden bijdrage. Daar worden ook de inwoners op uitgedaagd om met ideeën te komen. Specifiek de crowdfunding, dat sprak me wel aan. Zeker als er ook mogelijkheden zijn om ideeën uiteindelijk echt te gaan uitvoeren. Dan komt dat in een versnelling. Ook in Flevoland 2050 meepraten. Dat kan, maar waar ligt de beslissing? Dus ik voorzie dan juist dat er weer boeren meer lef tonen om meer land te beheren. We hebben hier landbouw en daar wonen en daar water. Dat gaat door elkaar heen lopen en dat moet elkaar versterken. Want het wordt weer vanuit één oogpunt bekeken. De vraagstukken van morgen moeten we niet oplossen met de technieken van nu, maar moeten we gaan innoveren.